Ik ben Lieke van het Veer, ik ben zangeres en ik ben druk bezig met het ontwikkelen van mijn carrière. En daarnaast ga ik nu ook zangles geven op de Novea Popschool. Hou nog even vol. Welke keuze je ook maakt, welke kant je ook op gaat, hou nog even. Ik heb een muzikale opleiding gevolgd in Utrecht, de Nederlandse Popacademie. Wat ik het liefst wil meegeven aan mijn leerlingen is dat ze plezier maken tijdens het zingen. Daarnaast vind ik het overbrengen van teksten en het overbrengen van liedjes überhaupt heel belangrijk. Wat ik het allerleukste vind aan lesgeven is dat ik alle vrijheid heb om mijn eigen lessen te creëren. En zo precies zelf kan invullen wat ik wil meegeven aan mijn leerlingen. En ik vind het ook heel erg leuk dat ik mensen mee kan geven wat ik heb geleerd en ze zo verder te kunnen helpen. Ik vind het heel mooi om te zien dat beginnende zangers en zangeressen een mooie groei doormaken. Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen opbouwen tijdens de lessen. Daardoor zal ik ze ook altijd complimentjes blijven geven. En ik zal ze altijd zeggen dat je nooit moet opgeven. Muziek betekent voor mij heel veel. Ik ben er sinds jongs af aan mee opgegroeid. En ik kan niet zonder. Muziek is voor mij rust, ontspanning, maar ook gezelligheid. Dus ik kan er ook alles in kwijt. Dus mijn gevoel, ik kan me er echt in uiten. Dus muziek betekent heel veel voor mij. Muziek is voor mij heel waardevol en ik denk dat de grootste aanleiding daarnaartoe is dat ik heel goed kan uiten door muziek. Dus ik schrijf op en ik zing het en het is weg. Ik kan het loslaten en dat heb je wel nodig in het leven. Dus wat dat betreft is het voor mij heel fijn en een soort van uiting. Zoveel gemissen dat ik dacht aan ons tweeën. Was nooit van plan om een spel met je te spelen. Maar achteraf heb jij dat tegendeel bewezen. Ik moet er nu echt aan geloven, want onze liefde is afgelopen. Ik ben nu echt gestopt met hopen. We eindelijk voor mezelf gekozen. Wat is er zo leuk aan zingen? Voor mij is dat zeker weten het optreden. Dus op het podium staan, dat geeft me echt zo'n ontzettende kick, vind ik zo tof. Daarnaast is het natuurlijk ook heel fijn dat als je onder de douche staat en je wil zingen, dat het niet heel vals klinkt. Dat is toch ook altijd wel goed. En ja, zingen als het je ligt en je vindt het leuk, dan kan iedereen zingen. Wat het mooie is aan zingen is dat het uit jou komt. Het is niet een gitaar of een piano die je kan pakken en even moet stemmen. Nee, je stem moet je trainen en zit in jou. Je zingt teksten waardoor je mensen een verhaal kunt vertellen. Als zanger of zangeres kun je a cappella zingen. Je kan ook alleen met een gitarist, alleen met een pianist of met een hele band. Het maakt niet uit hoe vol de setting is, het blijft mooi. Daarnaast heb je als zanger of als zangeres een heel eigen geluid. De rol als zanger of zangeres in een band is best wel leidend. Jij staat in het middelpunt en iedereen kijkt naar jou. Jij moet alles te zien overbrengen aan het publiek. Ik denk dat het best wel een hele belangrijke rol is in een band. Tijdens mijn lessen krijg je ook gelijk een kijkje in de wereld van een artiest. En ik denk dat dat ook niet geheel onbelangrijk is. Ik denk dat zelfs beginnende zangers en zangeressen dat best wel interessant zullen vinden. Ook leer je goed met je stem omgaan als je veel moet optreden of veel moet zingen. Leuke technieken die ik heb geleerd, deel ik met jullie. Ik denk dat het heel leuk is als jullie bij mij op zangles komen. For me, for me, for me, for me.
Nové Popschool springt er voor mij uit omdat het een hele hechte familie is. Je voelt dat er een fijne sfeer is. Je voelt dat je welkom bent. Het is heel gezellig en leuk. En daarnaast, wat ook niet geheel onbelangrijk is, leer je heel veel. Maar wat ik persoonlijk vind van de Nové Popschool, is dat het wel onderscheidt omdat het echt heel hecht is en heel warm. Ik voel me altijd welkom, heb ik altijd al gevoeld. Ik heb natuurlijk ook les gehad op de Nové Popschool. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor nieuwe leerlingen ook zo aan kan voelen. Lijkt het jou nou leuk om een gratis en vrijblijvende proefles bij mij te volgen? Meld je dan nu aan via popschool.eu/proefles. Ik zie je dan.